De theaterronde loopt op haar eind. De 28-jarige Robin heeft net als John ook heel wat musicalervaring op zijn naam staan. Een hoofdrol echter nog niet. I'm king of the world, land of the free. High in the wind, at least I used to be. I'm king of the world, watch and you'll see. Let me remind them of my promise, live my given destiny. Mooi, dank je. Ja, je bent een prachtige podiumverschijning en ook je ziet goed in je vel. Maar stemtechnisch weet ik het niet. Dat weet jij meer van dan ik. En Erwin ook. Jij hebt een hele goede stem. Hij klinkt wat nasaal. Dat vind ik wel jammer, want daardoor krijg je een bepaald geluid... wat op een gegeven moment voor Joseph, denk ik, niet geschikt is. Of je ook echt de leider kan zijn en een soort ruimte kan nemen van nature... Daar twijfel ik aan, Robin, bij Joseph. En ik durf dat risico niet te nemen. Weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker, ja. Oké. Zover je iets zeker kan weten in het leven, maar... Nee, het spijt me. Tot grote verbazing van Willem valt Robin af. Hij is het volledig oneens met het panel. Momentje. En confronteert hen daarmee. Even inbreken, sorry Paul. Je kijkt zo geschrokken, maar dat wordt erbij weer af en toe. Met het wegsturen van Maarten was Willem het al niet eens. En nu ook Robin weg moet, dat kan niet. Willem eist dat de twee jongens nog een laatste kans krijgen. Hij wil tijd om even met ze te werken. Waarna ze terugkeren voor het panel om te strijden voor de allerlaatste plek op de Academy. Eén plekje? Eén plekje? Nee, allicht. Willem gaat meteen op zoek naar Robin en houdt hem net op tijd tegen. Robin zal samen met Maarten een lied moeten zingen. En om ze op scherp te zetten, geeft Willem ze een power workshop. Hate me! Hate me! Haat is rood gloeiend. Hate me! Neem je tijd. Hate me! Hate me! Or laugh at me. Destroy me completely. Destroy me completely. Ga je gang. Gaan, niet draaien, alleen maar aankijken. For we have been promised. En dan niet zeggen van, oh god, word ik in de kelder gestopt. Nee, oké, stop mee in de kelder. Stop mee in de kelder. Wie kan het panel overtuigen? Robin of Maarten? Wie bemachtigt aan het einde van de theaterronde die laatste plek op de Joseph Academy? Het moment van de waarheid is aangebroken. Het is nu of nooit, alles of niets. De jongens gaan op. Willem volgt de zwanenzang achter de schermen. Want de keus is aan het panel. Oh, dat is heel mooi. Close every door to me. Hide all the world from me. Bar all the windows and shut out the light. Do what you want with me. Hate me or laugh at me. Darken my daytime and torture my night. If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lies far from this world. Close every door to me. Keep those I love from me. Children of Israel are never. Robin. Ja? Ik vind jou ook heel goed. Ik vind het heel verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt... Je bent echt ook geweldig, maar ik... Robin. Ja? Ik ga niks zeggen. Ik vind het verschrikkelijk, dit. Je hebt ook fantastisch gezongen. Je hebt het hartstikke goed gedaan, maar ik ga ook voor Robin. Ja. Wat ik fantastisch vind, is wat jullie hebben opgepikt met Willem. Als er nog twee plekken te vergeven waren geweest op de Academy... Dan hadden jullie misschien allebei doorgekund, maar er is maar één plek. En hij is voor Robin. Maar ik wil jullie graag allebei een heel groot compliment geven. Ja. Want deze spirit is waar het theater om gaat. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dag. Dag.
Robin heeft dus de allerlaatste plek op de Joseph Academy veroverd en is daarmee weer een stapje dichter bij de finale. Maar voor het zover is, moet hij wel, net zoals alle andere potentiële Josephs, flink aan de bak. Want op de Academy moet hard gewerkt worden. Op de Joseph Academy worden de jongens geconfronteerd met de wrede werkelijkheid van het trainen voor hun hoofdrol. Ik wil dat je power hebt, kloten. Dit is vermoorden. Speel met deze tekst. Hier moeten de kandidaten alles geven. En lopen de emoties hoog op. Alle spanning en zenuwen en stress. Naar mijn gevoel is dit gewoon einde Jozef. Maar ik denk niet dat hij een Jozef gaat worden. Na de Academy gaan er maar 15 jongens door naar de laatste horde voor de live shows. Een concert voor een select gezelschap, waaronder Joop van den Ende. Ja. We hebben er een aantal grote verrassingen bij zitten. Ze stelden mij een beetje teleur. Bent niet door. Maar 10 jongens halen de live shows. Het publiek verdient het allerbeste. Wie de beste zijn en de grote live shows halen, ziet u morgen in deel 2 van Op zoek naar Joseph. Om 8:30 bij de AVRO, hier op Nederland 1. Mijn doel is om dit te winnen.